Sinter Diek, met Angelique. Ja, goeiedag. Gesprek met Pierre van Hoek. Hoi. Dag. Je moet eens luisteren. Het geeft zich om het volgende. Hè. Ik word gisteren door in de winkel met mijn vrouw. Ja. En hij heeft een ongehoord gekocht. Ja. Gewoon een goed ongehoord. Maar dan komen we toe en er blikken er allemaal gaten in te zitten. Wat is dat? Gaten in te zitten? Ja, we worden allemaal gaten in het ongehoord. En je moet weten, mijn vrouw die heeft nogal last van de blaas. Elke nacht moet hij opstaan, zeg maar weer, om naar het toilet te gaan. Wat ja, en dan wil een keer een goede ongehoord hebben, wat gewoon lekker dicht zit. Wat heb je gekost al? Ja, gewoon ongehoord. Mijn vrouw heeft goed gezocht. En hij had afgerekend, komt er met toe. En hij zei, ja, laat het zin hebben. Die blikken er allemaal gaten in te zitten. Allemaal voor en achter ook. Maar misschien is het een fabrieksfout is of zo. Dan mag je even terugkomen, want ik kan niet beoordelen. Ik weet er niet. Ik weet niet wat je hebt gekost. Ja, maar wat voor ongehoord verkoop je dan? Van alles. Ja, neem eens keer op. Dat we mogen gewoon een blauw ongehoord worden. Blauw? Ja, blauw ongehoord. Daar heb ik niks van. Ja, nou, lichtblauw, maar met voor- en achterhoog in de gaten en van die strepen ja, even. Ja, dat zien ze unboxen, meneer. Waar, dat zien ze unboxen? Als ik vrouw in de blauw zit, moet ze niet zo'n box kopen. Nee, precies. Nee, ja, dat wou ik net zeggen, want die moet gewoon lekker warm zijn. Ja, maar dat is de verkeerde winkel. We hebben geen weer een mond goed. Dat is helemaal niet grappig, mevrouw. Vannacht ook weer. Stond mevrouw weer op, die had het één keer goed geprobeerd. Weet je wel, ik heb het altijd proberen, hè. We altijd proberen voordat we terug naar de winkel. Broer, we worden in de oorlog ook. Altijd eerst proberen voordat we terug is met de bonnen. Dit is sowieso afgeprijsd, dus dat neem ik sowieso niet terug. En dat is een box met een open kruid. Dat had je toch wel... Dat is het enigste stijl op de verpakking aan. Oh. Stijl erop. Ook op een pleitje. Maar, heb je van die grote, van die... Ja, vroeger, nee. Weet je wel, van die wollen had je vroeger, weet je wel. Nee, meneer. Oh. Dan moet je naar Hunkemuller. Naar wem? Naar Hunkemuller. Hunkemuller. Oh, dan heb je nog het. Ja. Vrouw, kom ook toe met zo'n. Heb je een staafmixer bier gevonden? Hebben we ook niet. Maar die werkt niet. Er wordt zo'n staafmixer, maar dat rijden we rond. Maar heel langzaam. Ja, maar we hebben geen staafmixers. Ah, dat had ze gezegd. Je hebt een staafmixer en nu staafmixer bier gekocht. Dat vonden ze nog zo'n winkel met onderboxen, staafmixers en alles, zeiden ze. Maar die staafmixer die rijden maar heel langzaam. Ja, maar ik heb geen staafmixers meer. Oh. Nou, dan hoor ik eens even om mevrouw heen. Maar hoe ben je geweest? Hoe ben je er geweest dan? Ja, vertel me hoe ze er geweest bent. Sorry, dat Bobby Blokker. Ik heb gewoon een verkeerde nummer gedraaid. Ja, dat had ik al een beetje. Sorry, mevrouw. Ja, als ik zelf van mij. Okay, ja. Oh, ja. Fijne dag verder, hoor. Ja. Dag.